Als ik zeg ruim je kamer eens even op, dan denk jij waarschijnlijk, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar opruimen kan echt heel erg leuk zijn. Bijvoorbeeld als je met een vriend de buurt schoon gaat maken. 28 maart is het de landelijke opschoondag en daarbij doen maar liefst meer dan 90.000 mensen en 400 scholen mee. En vandaag heb ik met Ralf afgesproken die op een leuke manier kan schoonmaken. Maar waar hij blijft, ik weet het niet. Goed dat jij er bent. Goed, hè? Ja, top. Leuk. Die kant op, denk ik? Ja, we gaan die kant op. Gaan we op avontuur samen. Opruimen, hoe maak je dat nou leuk? Ja, dat was de vraag. Nou ja, ik heb gewoon tegen iedereen gezegd van ja, het is heel simpel. Alles wat niet in de natuur hoort zijn de schatten. En laten we nou spelen dat wij de schatzoeker zijn en wie vindt de eerste schat. En vervolgens rent iedereen weg en vult de tas zich als een razende. En iedereen heeft lol en iedereen heeft plezier. En er worden echt ook wonderbaarlijke dingen gevonden. Wat is het raarste wat jij ooit hebt gevonden? Ik denk dat ik dat niet op televisie kan vertellen. Oh. Maar ik heb wel eens een auto-accu gevonden bijvoorbeeld. Ja, hier is de bende dan. Hey. Gaan we vandaag schoonmaken? Yeah. Nog nooit kinderen zo enthousiast gezien om het schoon te gaan maken. This is the part when I say I don't yeah. I'm stronger than Hoe maak jij opruimen nou leuk? Nou, opruimen maak je leuk om het heel blij te doen, heel vrolijk en heel snel. Zo wordt het toch een sport. Hoe maak je er echt een leuk spel van? Nou, je maakt er een leuk spel van door er een wedstrijd van te maken. En dat doe je om dat met zoveel mogelijk kinderen te doen en een klein gebied zo snel mogelijk op te ruimen. En dan is het in 2-3 minuutjes zo gepiept. En heb je ook nog tips? Want jij zegt lekker vrolijk en snel. Ik kan wel zo'n malle hier zo gaan opruimen. Maar heb je ook echt oefeningen die echt handig zijn om nou te ja, doen? Nou ja, zoals je dat een beetje ziet bij alle kinderen die meehelpen nu, is dat ze heel goed door hun knieën gaan. Dat ze dingen heel goed opruimen en dat ze zware dingen vooral met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n vieren optillen. Dus wie het snelst heeft gedaan, die wint. Ja. Alle rotzooi. En daar ben je blij mee. En daar ben je blij mee. En je helpt de natuur een handje. Ja. Het sporten zit erop. Zijn jullie een beetje warm? Ja! Beetje warm gelopen, en nu? Zo, nu gaan we dus even het trashhunt gedeelte erin knallen. Alles wat niet in de natuur hoort, zijn de schatten. En wij zijn vandaag even de schatzoekers. Laten we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk trashje bij elkaar zoeken. Yes. En dan gaan we daarna even kijken of we er een kunstwerkje van kunnen maken. En ik zou een beetje richting die blokken gaan, maar hier ligt ook al veel, hè. Dus 3, 2, 1, wie vindt vandaag de mooiste schat? Kom, let's go. We vinden hele bijzondere dingen. Dus het is heel veel, sowieso natuurlijk ongelooflijk veel filters. Het is echt, sigaretten? Het is een soort spelletje wat mensen op de telefoon doen, doe ik op straat. Want de hele straat ligt gewoon vol sigarettenpeper. En het is een goede lichaamsbeweging om ze op te ruimen. Heel veel speelgoed, heel veel rietjes en speeltuin. Dus ouders geven een pakje drinken mee. Ah, mijn kind drinkt gelukkig. Ik heb zelf ook twee kindjes. En dan vergeten ze dat pakje en vergeten dat rietje en dat plasticje gaat ertussen. Dus die kinderen spelen eigenlijk een beetje. Ja, laat ik het mooi brengen. Ze spelen in een schatrijke plaats. Ja, een schatten van afval. Een schatten van afval, ja. Zo, dan ga ik beginnen met een heerlijke bakje patat. En ik had niet verwacht dat je in zo'n korte tijd echt zoveel afval kon vinden. Dus heel erg belangrijk om je handen uit de mouwen te steken tijdens de landelijke opschoondag. Bon appétit!